vorig jaar ben ik gevraagd door de toernooicommissie van Trift dat er weer in Trift een toernooi, jeugdtoernooi, zou worden georganiseerd. En dat vond ik een hele goede zaak, na jaren weer een jeugdtoernooi hier in Trift te houden. Ja. Wat een slag hier en daar, maar we hopen vandaag redelijk droog te kunnen houden. Om 10:30 starten met de wedstrijden. Voor die tijd is er nog mogelijkheid om foto's, teamfoto's te laten maken. Nou, ik vind dat een hele leuke promotie voor de voetbalclub VV Tricht. VV Tricht is heel goed bezig, heeft heel veel leden en wat over het algemeen heel erg goed loopt. Dus nou, een stukje uitstraling naar buiten, dat mag best eens op heel veel plekken, zeg maar, in Nederland en in Europa gehoord worden. Dat is gewoon hartstikke leuk. Bij voetbalvereniging Tricht, welkom. Wij hebben vandaag een internationaal F1-toernooi waar teams als Feyenoord, PSV, Excelsior, Zultenwagen, Roodwijs S, een paar Duitse teams ook aanwezig zijn. Nou, er is van alles georganiseerd voor de kleintjes, er is muziek, er zijn springkussens, lunchpakketten, af en alles is geregeld. En we proberen vandaag een leuke dag van te maken. Zoals je weet wordt samen met MVV al een aantal jaren een toernooi georganiseerd. Maar dat wordt dus het herfsttoernooi. Dat is wat kleinschaligs. Het is de C-junior en de D-junior. Waarvan de C-junior hier in het veld speelt. En de D-junior in Meteren.